Bij de Solar Challenge giet het vanzelfs om de street op het wetter. Maar daaromhinnen wil ik heel wat van de verskate teams verwachten. De hele vloot bestaat uit 350 mensen, beter bekend als de Challenge Caravaan. En die moet alle dagen met al haar gwot op het iet van A naar B zien te komen. De organisatie had het door een logistieke krachttoer. Wij wien erbij in Rottevallen om te zien hoe zo'n massale verhuizing erom tagiet. Het is nu een jongen oren. Hoe zit de dag er nou aan af voor dat je het? Nou, wij moeten nog even laden en voordat we 100% binnen. En dan kunnen we de turn aan. En hoe laat verkassen je hem nou weer van A naar B? Nou, de wedstrijd begint om 11 uur. Dus in principe kunnen wij nu opklappen ons spul en rijden we eigenlijk tijdens de race naar de andere camping toe. Dus ja, eigenlijk een combinatie. Dus 11 uur kunnen we vertrekken straks. Ja. En hoe laat begint zo'n dag nou voor je? 6 uur ben wij vanochtend begonnen. Met 3 man hebben we even de panelen zoals ze nu staan neerzet om even optimaal te laden. Maar dat is om 6 uur. How many times do you have to do this week? Six times I think. And how is it going so far? Well, maybe after 4 more times I'm a bit faster. Zijn jullie er klaar voor om weer van de A naar B te verkassen? Ja, we zijn er zeker klaar voor, ja. Ja, de boot is nu weer even de laatste voorbereidingen en dan zijn we weer klaar voor de nieuwe etappe. Ja. Nou hoorde ik dat jullie gisteren wat moeite hadden met het terrein hier. Wat is er gebeurd? Nou, we kwamen inderdaad gisteravond laat aan. Na de prijsuitreiking zijn we nog even gezellig met het team samen geweest. En toen kwamen we hier aan met maar 2 man, waaronder ik. En ja, het terrein was gewoon een beetje zacht. Dus, en met een busje met maar alleen maar voorwielaandrijving zakten we gewoon overal weg. Waren we maar gaten aan het graven. Dus we kwamen niet echt ergens. Ja. Nou, hoort dat nu ook bij zo'n week? Ja, dat is wel eigenlijk. Gisteren baalde ik er wel van, maar eigenlijk is het wel een beetje een gedeelte van de charme. En het leuke is dat Free Support Leeuwarden, het team. Het hele team dat kwam ons te hulp en het hele team heeft ons de trailer en de bus geduwd. En dat is echt geweldig. En zo leer je mensen kennen. En dat is echt helemaal super eigenlijk. Ja.